Toon van Helfteren, vandaag is nu de eerste play-offs wedstrijd tegen Groningen. Wat wordt vandaag de doorslaggevende factor? Beleving, denk ik. Het zal in deze eerste wedstrijd van de halve finales van levensbelang zijn, van de allerhoogste belang zijn. Dat, wie wil de wedstrijd het liefst winnen? Wie heeft er het meest voor over om deze wedstrijd te winnen? Ik denk dat die beleving, die emotie, dat die bepalend gaat worden voor het verloop van deze wedstrijd. Je kan je voorstellen dat het is zowel voor ons als voor Groningen van het hoogste belang om deze wedstrijd te winnen. En nogmaals, zij hebben de voorbereiding gedaan, ik heb mijn voorbereiding gedaan. En dan hoop je dat jouw ploeg het uiteindelijk laat zien dat die het liefst die wedstrijd naar zich toe willen trekken. De laatste wat jullie gespeeld hebben is al aardig wat dagen geleden. Wat heeft u gedaan om te zorgen dat de jongens geconcentreerd blijven en dat ze er klaar voor zijn voor deze wedstrijd? We zijn hard door blijven trainen. We hebben 8 dagen gehad tussen de laatste wedstrijd tegen Nijmegen en deze. Hetzelfde geldt voor Groningen uiteraard. We zijn hard door blijven trainen. Er is geloof ik in de achterliggende periode 1 dag vrij geweest. En voor de rest hebben we ook gisteren Koninginnedag hebben nog getraind. En hard trainen. We hebben eigenlijk in een heel andere, in tegenstelling tot de rest van de competitie, hebben we nu steeds 11, 12 mensen op de training gehad. En dat, ik denk dat ons dat echt geholpen heeft. Die 8 dagen geef je uiteraard ook de tijd om echt te focussen op de eerstvolgende tegenstander Groningen in dit geval. Recentelijk tegen ze gespeeld, die wedstrijd geanalyseerd, andere wedstrijden geanalyseerd. En gekeken waar we ons voordeel kunnen doen. En nogmaals, ik heb er vertrouwen in dat we dat goed gedaan hebben. Ten slotte nog één vraag, beschik je over het volledige team? Ja. Coach Vitja Skelin. What's going to be decisive in this game against Leiden? I think it's going to be defense, which is going to decide, of course. I think that we have to keep a home team, I would say, on 70 points. That will be our goal in a game. Of course, that we can not let them easy score, because then they will get a lot of confidence. So that's something we will be focused on. How did you prepare coming into this game? We will see when the game is starting, did we do a good job or not. I think that both teams know each other. They played already 4 times against each other, so I don't think that it will be some special surprises during a game, but we will see. I mean, did you do anything special? Because you had a few days off. Did you do anything special to get them focused on this game, concentrated? No, because now to change something in 7 days and we are together for more than 4 months, I think it's stupid. I think that we will play, we will try to use the things we used during the championship, and we already know that these things has been working, and we don't have any special surprise. And finally, last question, is everybody fit for today? Yes, some people, they have some small injuries, some small problems, inflammations, but this is a playoff time and everyone wants to play.